De computer kwam op, en daarin uh, zag je dat, nou ja, dat dat heel lang eigenlijk heeft geduurd. Hè? En wat heeft het ons nou uiteindelijk opgeleverd? Volgens mij hebben we het nog drukker dan dat we het daarvoor hadden. Mm -hmm. Het heeft ons natuurlijk wel, we zitten niet meer op papier te schrijven en dingen in mappen te stoppen, zeg maar. Het heeft ons die, uh, die, nou ja, dat wel gebracht. Maar wat je nu ziet met AI, hoe snel dat gaat en hoe breed dat beschikbaar is voor ons allemaal, zeg maar, ja. uh, laat zien dat, dat je echt wel iets ermee moet gaan doen. Uh, en dat je je echt wel kan, kan onderscheiden als bedrijf van, uh, van de anderen. Um, en nog steeds, um, om de parallel te trekken met het internet, er zijn natuurlijk wel een paar bedrijven verdwenen die echt de boot hadden gemist. Ja. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Vitals. De podcast waarin de vier ondernemers van Voxer met elkaar en gasten in gesprek gaan over inspirerende, prikkelende en actuele thema's. Het dit keer in de studio... Olaf, DJ en Paul, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Hallo, hallo. Vandaag een aflevering over AI, mens versus machine. Woehoe. Wat, ja. Of inderdaad, dat ja. ja. <laughs> Lekker hoor. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, uh, ja, we hebben natuurlijk een gast, Olaf. Ja, uh, of je jezelf even voor wil stellen. Sorry. Nee, tuurlijk. Um, nou ja, Olaf Lemmens, uh, wellicht uh, heb je me wel eens op LinkedIn gezien. Uh, ik post daar dagelijks over uh, kunstmatige intelligentie, uh, want ik ben ontzettend gek op technologie en innovatie. En um, daarom ben ik daar ook in gaan uh, ondernemen met mijn eigen uh, onderneming uh, Nina AI en help ik gewoon... Bedrijven, organisaties, mensen om AI beter te begrijpen en ook echt praktisch te kunnen, te kunnen gebruiken en in te zetten. Ja, tof. Altijd al gedaan? Nou, ik heb uh, in mijn studies een achtergrond in, uh, ja eigenlijk in marketing, maar ja. daarin uh, machine learning en big data in aanraking gekomen. Echt tien jaar geleden. En Toen heb ik ook een half jaar in Japan gestudeerd aan een universiteit en dat daar gevolgd. En, en dat, dat vak dus en... Wat die gasten in mijn klas allemaal deden met data en data met elkaar koppelen. Nou, dat was zo gaaf om te zien, weet je wel? En super slimme koppen natuurlijk bij elkaar daar. Ja. En um, toen is het vuurtje wel een beetje gaan branden. En ik heb uh, heel lang in een start-up gezeten. waar we ook heel veel data hadden. en waar ik dus ook heel veel met data heb gedaan. Um, in, in, in de marketing dus en targeting. En uh, nou, de, de, dat kon toen nog op uh, hele specifieke manieren. Ja. tot op de kilometer nauwkeurig mensen targeten, zeg maar. En, um, maar nu eindelijk echt, uh, ik heb altijd gedacht, ja, het volgende marketingbureau beginnen, daar zijn er al honderden van in Nederland. Uh, en toen, ja, toen ChatGPT uitkwam, toen. toen dus sprong je erop. Het ja. is het ja. 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 moment. Ja. Ik ja. was op zoek naar mijn niche. Dus als je veel op LinkedIn post, dan hè, op een gegeven moment heb je, je hebt dat te vertellen. Voor sommige mensen is het best duidelijk wat heb ik te vertellen. Maar ja, als je het over data en marketing hebt, ja, groot begrip. Niet dat AI geen groot begrip is, nog veel groter. Um, maar goed, op dat moment was natuurlijk iedereen op zoek. En nog steeds eigenlijk. naar nou, wat kunnen we nou met dat AI? Weet je ja. wel, het is er nu. Ja. En uh, uh, hoe kunnen we het gebruiken? En, en dat... Nou ja, de, de, vanaf dag één daarmee bezig zijn, is me natuurlijk wel geholpen dat het in een stroomversnelling is gemaakt. Ja. En eigenlijk toen pas ontplofte echt mijn LinkedIn. Ik was daarvoor al uh, meer dan een jaar aan het posten, weet mm. je wel. Met, uh, soms dat ik dacht, ja, die twee mensen die mijn post zien, wat, uh, wat boeit dat nou? <laughs> ja. En uh, sindsdien is het eigenlijk pas echt gaan vliegen. Ja, ja. top. Ja, nu haal nou, nou, je 2,9 maar... miljoen bereik per jaar. Dus dat ja. gaat inderdaad wel echt hard. Oh, dat ja. zijn serieuze aantallen. Ja. Ja. ja, dat zijn ja. serieuze aantallen. Ja. Tof. Nou, we gaan het dus inderdaad vandaag ook logischerwijs ook dus met jou hebben over AI. Maar voordat we dat gaan doen, natuurlijk de supersnelle stellingen. Um, ja, die kun je dan beantwoorden met eens of oneens. En daarna krijg je de ruimte om uh, daar een of meerdere toe te lichten. Ja. Ben je er klaar voor? Zeker. Daar komen ze. En de eerste is: bedrijven die geen AI adopteren, zullen in de komende jaren verdwijnen. Eens. Elke professional moet AI leren gebruiken om in de toekomst succesvol te blijven. Ook eens. En de laatste is, we vertrouwen te veel op AI zonder de gevolgen te begrijpen. Ook eens. Oh, dat is mooi. Dat is lekker makkelijk. Ik heb een voorkeur, maar welke zou je zelf graag willen toelichten? <laughs> nou, ik denk dat je ze bijna kan bundelen. Ja, mooi zijn <laughs> ja, ze. ja doe maar. Um, maar laten we bij het begin beginnen. Ja. De bedrijven die je zegt van die verdwijnen. Ja. Oké, okay. nuance... Niet iedere sector. Weet je wel, de, de, waar de ethische belangen en waar de mensen en de handen nog nodig zijn, dat zal niet zo snel gaan. Um, maar ik denk wel dat het verschil zit hem in vroeger: de, de, de computer kwam op, en daarin uh, zag je dat, nou ja, dat dat heel lang eigenlijk heeft geduurd. Hè? En wat heeft het ons nou uiteindelijk opgeleverd? Volgens mij hebben we het nog drukker dan dat we het daarvoor hadden. Mm -hmm. Het heeft ons natuurlijk wel... We zitten niet meer op papier te schrijven en dingen in mappen te stoppen. Zeg maar. ja. Het heeft ons die, uh, die, nou ja, dat wel gebracht. Maar wat je nu ziet met AI, hoe snel dat gaat... en hoe breed dat beschikbaar is voor ons allemaal... Zeg maar, ja. laat zien dat, dat je echt wel iets ermee moet gaan doen... Uh, en dat je je echt wel kan, kan onderscheiden als bedrijf van, uh, van de anderen. Um, en nog steeds um, om de parallel te trekken met het internet. Er zijn natuurlijk wel een paar bedrijven verdwenen die echt de boot hadden gemist. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, maar dat is hetzelfde als met Kodak, zeg maar voor de grote ja. rolletjes. Ja. Ook als je daar niet blijft innoveren, ja, dat bestaat ook nagenoeg niet meer. Zeg maar. en ja. Nokia, het is allemaal niet meer zo groot als dat het was. Dat, nee. Nee, maar welke had jouw voorkeur dan? Nou, Die laatste eigenlijk. Want we vertrouwen te veel op AI zonder de gevolgen te begrijpen. Ja, ik denk dat um, het AI is zo'n black box en AI voelt super slim, weet je wel? Ik weet niet of je die ervaring al hebt gehad, maar vaak als je wat, wat langer met AI hebt gespeeld, zeg maar met de ChatGPT's en de modelletjes, dan denk je, wow, maar je kan alles, ik kan mm -hmm. nu alles, weet je wel? Um, maar wat veel mensen wel vergeten is dat die AI natuurlijk uh, ik zeg altijd, hij is toch dommer dan je denkt. AI. Uh, hij is natuurlijk getraind op een bepaald aantal datasets. En die, die data wordt iedere keer uitgebreid. En de komende jaren zal die stap voor stap nog steeds slimmer worden. Maar het is wel beperkt in zijn kennis. En wat mensen vergeten, is dat hij ook hallucineert en dingen uh, zegt die. Uh, die niet waar zijn. Ik, het, ik was bij mijn schoonvader. Dit is een mooi verhaal. Ik was bij mijn schoonvader. Dit is precies waar, waar het misgaat. Yeah. Ik was bij mijn schoonvader en die had oude brieven van zijn ouders. En zijn ouders die waren nog uh, 15 en 16. En dit is dus in uh, de jaren 30. Nee, jaren 40 geweest. Tijdens yep. de Tweede Wereldoorlog. En hun ouders hadden gezegd. Uh, Oké, okay, jullie gaan nu twee jaar uit elkaar. En als jullie na die twee jaar elkaar nog steeds leuk vinden. Dan mogen jullie trouwen. en... Uh, nou, zo geschieden. Maar in die twee jaar tijd hebben ze heel veel brieven naar elkaar geschreven. Mijn schoonvader had een hele mooie kist. vol met brieven van zijn ouders, die ze ja. naar elkaar hadden gestuurd. En op een gegeven moment zat daar een brief tussen. en ik, ik dacht, nou, misschien kan ik dat met ChatGPT een fotootje maken. want zijn handschrift was echt heel onduidelijk uh, te lezen, zeg maar. Fotootje maken en dan vragen: wat staat hier? En er was een brief uit 1943. en het ging erover. Ik zag de eerste zin. en ik kon het wel een beetje ontcijferen van: ik ga met de trein. En op een gegeven moment schrijft ChatGPT GPT, dat, um, uh, dat hij naar uh, Westerbork gaat. Dus wij schrikken allebei naar Westerbork. Weet je wel, wat is hier gebeurd? Het is in een stukje geschiedenis van de familie wat we hebben gemist. Dus toen gingen we goed naar die brief kijken. En toen stond er gewoon dat hij naar Amsterdam ging, want hij moest een vulpen kopen. Een vulpen, hè, moet je, je voorstellen. Een vulpen kopen. Dus wat bleek, die AI heeft gezien 1943, die heeft gezien trein, en die op een gegeven moment denk ik, ah, oh, maar dat zal dan wel Westerbork zijn, ja, want Tweede al gelegd. Ja, ja, ja precies. precies. Ja. En dat bewees voor mij, en ik vind dat zo'n mooi voorbeeld, het bewijs van, oké, okay, die AI gaat soms gewoon echt hallucineren, en je kan er dus niet 100% op, ver, op, op vertrouwen. Nee, nee precies. Ja. Maar, nou, maar dat het... zit hem natuurlijk in, in uh, een ChatGPT bijvoorbeeld. Dat is gewoon een wiskundige formule. En die voorspelt de, uh, de, de kans dat het volgende woord X moet worden. En oh. in die combinatie van uh, 43 trein uh, was de kans groter dat, die, dat, die, dat, de volgende, dat het volgende woord Westerbork zou moeten ja. worden dan Amsterdam, ja. inderdaad. Ja, ja. 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 ja dat, ik schrok <laughs> daar wel van. Het is wel een mooi verhaal. Het een nuance. Ja, precies. Grappig, ja. joh. Ja, en gelukkig kun je me ook wel vragen om zichzelf dan weer te corrigeren, maar dan nog, ja, het is ja. grappig, want het is natuurlijk. Mensen gaan ervan uit dat het een soort van tekstinterpretatietool is, maar uiteindelijk zitten daar natuurlijk gewoon alleen maar rekenalgoritmes ja. onder. Ja. Dus dat heeft niet zozeer met tekst te maken. Maar goed, daar is zo meteen meer over. <laughs> Eerst de supersnelle stellingen voor Paul. Kom maar. Op. De eerste voor jou is: het gebruik van AI maakt bedrijfsbeslissingen onpersoonlijker. Onheids. Ethische risico's van AI worden overdreven? Oneens. En de laatste is: het is niet mogelijk om een succesvol bedrijf te runnen zonder enige vorm van AI. Eens. Oké, okay. welke zou jij graag willen toelichten? Uh, ik vond ze alle drie wel leuk. Uh, die tweede. Ja, dus uh, de ethische risico's van AI worden overdreven. Ja, ik vind zelf, uh, ik zit hier volgens mij, in vergelijking met jullie een beetje als rookie aan tafel als het gaat over AI. Ik ben er nog weinig mee bezig. Ik, volgens mij heb ik dit weekend van ik heb een boek gekocht en ja. ik, ik ga ja. me nu er proberen in te verdiepen. Oh, dat goed. Ja. Um, ik, ik heb er ook ergens wel wat angst voor dat ik denk, waar, waar gaat het naartoe zometeen? En ja. dat zit hem uh, soms, als ik uh, als ik hele praktische voorbeelden zie, dan denk ik, nou het is te gek. Top gelijk gebruiken. Want het is een rekenkundige tool die je gewoon alleen maar productiever maakt. Uh, en de andere kant, denk ik, zie je realtime online films gegenereerd worden van mensen die het helemaal niet zijn. Dan denk ik, waar, waar gaat deze wereld heen? Dus ja. Mm. ja, ik ben daar, nou, wat ik zeg, een rookie Maar ik vind die wel, nou, die angst zit er bij mij wel een beetje. Ja, ja. Dat snap ik. Olaf, jij hebt laatst nog een post gemaakt met een aantal verschillende foto's over, uh, vanuit oud-president Trump. Ja. Uh, met of ze echt waren of niet. Ja. En daar kun je dus inderdaad bijna niet meer onderscheiden. Ja, of je daar nou inderdaad gewoon een mid-journey voor gebruikt of een andere tool ja. voor gebruikt, het is bijna niet meer te doen. Nee. AI-slop. Ja. Dat is de Hoe? De Junk. AI-slop. 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 En, en dat is, is, is Junk-content, zeg maar, op ons okay. internet. Dus dat is inderdaad content die nep is of die gewoon ja. Nou ja, onze, onze platforms overspoelt. Je ziet zo mm. ontzettend veel AI-genereerde content nu. Op YouTube, op TikTok en zo uh, verschijnen. Ja. Weet je, wel. Je, weet, je weet het gewoon echt niet meer. En laat nee. we eerlijk zijn, dat hebben we met Instagram ook gezien. Dat is ook zo nep als men zijn kan. Ja. Ja. Uh, weliswaar nog zelf die foto gemaakt. Maar aan de andere kant uh, is natuurlijk alles nep. Ja. En dat gaat hier alleen maar meer worden. Ja. Dus, nou, dus je, gaat, dus je gaat wel in een, ja, in een wereld komen waarin je. Ja, gewoon ervan uitgaat dat het niet klopt, denk ik. Nee, precies. Nou, dan hadden we toevallig laatst zelf een afbeelding die we, waar we AI-lagen overheen hadden gezet. Om gewoon wat extra's toe te voegen aan de foto. Maar die foto was wel gewoon door een fotograaf gemaakt. Ja. Uh, Adobe die gaf wel gelijk in de LinkedIn-tijdlijn een licentie erop. Zeg maar. Dus er kwam gewoon een knopje op die foto te staan met: hey dit is een door AI gegenereerde afbeelding. Was niet helemaal waar, maar wel voor een deel. Ja. Ja, precies. Alleen die, die checks en balances heb je natuurlijk niet overal. En nee, wij, nee uh, precies. En een, een statische afbeelding is nog één. Maar nu met video, uh, de stem van iemand erbij... Ja. Het, het, het wordt het, gewoon, het wordt gewoon steeds lastiger voor mensen... Om, om het verschil tussen echt en nep te gaan onderscheiden... En nou, dat, dat vind ik inderdaad ook nog wel een spannende Waar, waar gaat dat toe leiden? Weet je ja. Dat? ja, de vraag is natuurlijk of, het, of dat per se erg is. Hè? Want als, ik moet dan gelijk ook weer denken aan die reclame, de voiceover, zeg maar van de, al die reclames. die nu ja. dus tegenwoordig ook door AI wordt gegenereerd in plaats van door een voice acteur. Ja, weet je, het maakt mij niet zo heel veel uit of een voice acteur nu zegt dat de concomers in de aanbieding zeggen of AI dat doet. Maar op het moment dat het echt inderdaad desinformatie is of informatie dat, dat bepaalde dingen zou kunnen ontwrichten. Ja. Nee, maar ja, als je, je bijvoorbeeld een kijkt, he, neem nou het voorbeeld van Trump. Nou, mm -hmm. Trump heeft uh, de afgelopen weken, maanden uh, rondgebazijnd, uh, fake news maar, uh, dat Haitianen uh, uh, huisdieren opeten. Nou, ja. uh, en vervolgens <laughs> gaan er menigte gaan naar, dat, uh, naar die stad of dorp toe en gaan mensen Haitianen aanvallen. Moet je je voorstellen dat, dezelfde, dat er een andere boodschap uh, op basis van AI wordt gegenereerd. Dat kan echt gigantische impact gewoon op een maatschappij hebben. Ja. Ja. En dat, dat, vind, dat stukje vind ik wel echt nou ja, zorgwekkend. Ja, ja, het bereik van het internet is zo groot. Ja. En het, ja, iedereen, want het, gaat, het is een gegeven dat het ook in verkeerde handen gaat komen. Ja. ja, precies. Dus ik vind dat wel. Uh, ja, dat is tot, een dingetje. tot waar dat gaat dat inderdaad ja. leiden? Dat, dat vind ik heel moeilijk. Ja. ja. Zometeen meer. TJ, de eerste voor oh, jou ja. is. Ben... Ja, we zouden... waren daar nog steeds <laughs> ja. mensen. Ja. De eerste is. AI maakt menselijke creativiteit minder relevant. Oneens. De tweede, AI-gestuurde beslissingen zijn altijd beter dan menselijke intuïtie. Oneens. En de derde, AI maakt werken efficiënter, maar wel ten koste van de menselijk contact. Eens. Eens? Oh, die had ik niet verwacht. Ja. Nou, laten we daar eens over doorgaan dan. <laughs> nou, ik, ik zie daar met name een, een risico. Dat je op een gegeven moment... Um, ja, Kun je eigenlijk voorkomen dat er überhaupt menselijk contact is in heel veel situaties. Ja. Hè, denk aan uh, uh, AI in een callcenter. Nou ja, dat, dat is natuurlijk voor jou als organisatie is het super efficiënt. Om dat allemaal met AI uit te op te lossen. Met chatbots en nou ja, met, uh, met gewoon uh, voice AI. Dus je, je kunt daar heel ver in gaan. Alleen... Uiteindelijk mis je dan zeg maar dat, uh, dat, uh, dat, dat menselijke, dat intrapersoonlijke uh, over en weer. En, en dat, ja, dat, dat zie ik dan ook nog wel als iets spannends. Van, ja, hoe gaan we daar als maatschappij mee om? Ja. Natuurlijk, uh, je, je kunt het even vanuit de positieve kant bekijken. En dan is het, oké, okay, we, we kunnen of productiever worden, of we kunnen bepaalde taken door AI laten doen, waardoor wij meer ruimte hebben voor dat, uh, voor dat menselijke. Um, maar het kan ook. Doorzaken. Oké, okay, ja, we worden alleen maar productiever en we gaan er eigenlijk alleen nog maar met AI schakelen, omdat het ons productiever en productiever en productiever maakt. Ja, precies. Ja, en dat is dan ook weer niet ja. helemaal de bedoeling. Ja, het blijft altijd de goede balans. Ja. Nou, laten we dan doorgaan naar het hoofdonderwerp. En dat is dus inderdaad, dat gaat weer mooi aansluiten hierop. AI, mens versus machine. Vind je deze podcast leuk? Laat een review achter en abonneer je om geen enkele aflevering te missen. Ja, en dan hebben we het natuurlijk net in het voorstelstukje al gehad over jouw data-achtergrond. Ja. Maar wat fascineert jou, Olaf, dan zo in AI? Ja, AI is, is toch die, ik zei net, black box, maar het is, het is niet te grijpen, je kan het niet vastpakken. Dus je, je ziet dingen gebeuren waarvan je denkt: maar hoe komt AI hierbij? Hoe kan het dat hij deze tekst of deze link legt of dat hij inderdaad deze, hè, deze afbeelding zo maakt? Het is natuurlijk. Je ziet het voor je gebeuren en dat hebben ze natuurlijk gevisualiseerd... Weet je wel, dat hij schrijft, dat hoeft helemaal niet. Hij genereert dat gewoon in één keer. Maar dat, dat visuele eraan maakt dat je denkt: oh, ik ben nu echt met die tool samen ja. aan het werk. Ja. En dat is ook belangrijk, denk ik, want die AI is gewoon een assistent. Hè? Dus die AI die moet jou kunnen helpen in, in bepaalde taken. Um, maar ik, ik ben dus al vanaf jongs af aan gefascineerd door technologie. Ik kreeg, uh, toen ik uh, een jaar of zeven was van mijn oom, die had een Windows 95 computer gekregen. Zijn Windows 3.1 computer. Moest ik nog met commands, moest ik dan uh, die computer opstarten. Weet je wel, dat is totaal niet. Ik heb daar heel veel van geleerd. Tegenwoordig kun je gewoon het appje van ChatGPT downloaden en dan ga je aan de slag. Weet ja, je wel? De ja, die drempel is heel anders uh, geworden. Um, maar het fascineerde mij al wat, wat technologie kon en hoe het kan en hoe het zich ontwikkelde. En je ziet dat die, die stappen van doorontwikkeling gaan, gaan zoveel sneller opeens uh, met, uh, met AI. En ik heb het AI-modellen gezien, de, de GPT 1 en 2, weet je wel, toen ChatGPT nog niet bestond en dat was, ja, was gaaf, maar je dacht van, nou oké, okay, weet je, maar het is nog niet echt heel goed of zo. En toen opeens kwam daar eigenlijk voor ons allen, kwam daar ChatGPT uit en dat veranderde zoveel in de perceptie van AI en wat je er. Uh, mee, mee kan doen. En, uh, en, en iedere dag ontdek ook ik weer een nieuwe ding. Ik werk iedere dag met AI. En iedere dag ontdek ik weer iets nieuws, bijna. Ja, ja, ja. tof is dat. DJ, werk jij veel met AI? In, in ieder geval uh, met ChatGPT. Uh, ja, dagelijks. Dagelijks. En het, ja, dingen waar je soms... Uh, wij spreken een uur over day om... We hadden het net onder andere over creativiteit. Eh, om, om dingen zelf te gaan bedenken uit het niets. En nu kun je het, nou ja, in mijn geval, heel vaak ook als sparringspartner gebruiken. Ja. Dus het, niet helemaal de vervanging van mijn eigen creativiteit. Maar wel om het aan te zwengelen en op zoek te gaan. Of iets te creëren. Of gewoon om hele platte, saaie werkzaamheden uh, in één keer uit te laten voeren. Dus ik, ik doe er uh, zeker... Uh, Denk je mee. dat je nog zonder kan ook? Uh, dat zou echt weer een gigantische teruggang zijn in, uh, in mijn productiviteit. Als ik, uh, als ik nu weer zonder zou moeten. Ja, ja. ja dat is het dan meer. Hè. Maar toch zijn er nog veel organisaties die denken: ja, het zal zo vaart niet lopen. Het is meer een hype dan. Uh, en dat heeft misschien ook een beetje met de hype-cycle te maken. die je natuurlijk gewoon altijd hebt bij iets nieuws. Maar... Totale onzin. Dit is, is geen hype. Ja, tuurlijk is het een hype dat, dat wat we zien, dat er, wat er allemaal ontstaat en al die bedrijfjes. En als je op het internet gaat kijken, 15.000 AI-tools. Nou, geloof me, de helft of misschien wel meer verdwijnt daarvan, weet je wel. Het zijn ja. allemaal dingen, slimme jongens en meisjes op zolderkamers die gewoon bovenop ChatGPT dingen hebben gebouwd. En weet je wel, en er zitten natuurlijk ook wel wat goede dingen tussen. Um, maar het is, het is geen hype ai aan zich is 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 er al sinds de jaren 50 werd ja, er al gesproken. het is geen ai hè? Dat nee, moet nee, dat nee. duidelijk zijn. Nee, ja. precies en dat um, en en um, uh, wat je ziet is dat kijk er zijn er zijn verschillen met met hypes weet je wel als we het hebben over crypto en 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 web, uh, web 3 en zo en, en op zich weet je wel dat daar zitten nog hele goede elementen aan trouwens. Um, maar dat was natuurlijk veelal op speculatie gebaseerd. Um, maar ook, ook computers destijds. Hè. Je hebt natuurlijk de, de internetbubbel gehad. En hoe kwam dat nou? Ja, er ging heel veel geld in, maar er kwam eigenlijk niet zoveel uit. Mm. En wat je nu ziet met, mm. met AI... is dat die bedrijven gewoon al dikke winst maken. En dat, dat, het, dat honderden miljoenen mensen dit soort tools uh, gebruiken... En, en daarmee echt iets mee kunnen doen. En dat ook echt wel, en helaas soms ook... maar dat de big tech natuurlijk vol inzet hierop. En dat doen ze natuurlijk... Yep echt wel met een reden en de EU is een wet aan het maken rondom AI ja, weet je wel ja precies datzelfde zelfs waarom um, Apple Intelligence zo meteen nog niet gaat werken in Nederland. nee, nee. nee. en dat, zouden ze dat doen dat ja weet je wel rondom een hype nou, ja, ja. ja misschien hadden ze dat rondom crypto wel moeten doen bijvoorbeeld maar, <laughs> ja, uh, ja precies maar ja. welke voordelen zie je dan veel bij Mkb bedrijven over AI met name dat het niet slim genoeg is mm -hmm. uh, en dat het te moeilijk is om te gebruiken en te implementeren ja. En dat gaat en staat eigenlijk. De bedrijven waar ik binnenkom, daarvan zijn meestal. het MT is gewoon zelf al een beetje aan het spelen met die technologie. Ja. Is al een beetje aan het, aan het proeven van: oké, okay, wat kan het voor mij persoonlijk doen? En, en dan kom ik goed binnen, zeg maar, want dan snappen ze het en dan denken ze: Oké, okay, wauw. En, en dat is niet één keer ChatGPT GPT gebruiken. Hè. Dat is echt wel een paar uur uh, met zo'n tool uh, aan de slag gaan. Ja, precies. Ja, misschien ja. een keer een proefaccountje aanmaken voor ja. een betaald abonnement en zo. Ja. Welke fout zie je dan dat organisaties maken bij de implementatie van AI-technologie? Of. Ja, GPT of. ja, dat is dus het, het, het leuke aan die AI, is dat um, na tweeledig zeg maar de kennis uh, en de kennis die gedeeld wordt intern. Dus als je echt puur zegt: Oké, okay, wij gaan nu in uh, ChatGPT of Claude, of ik zeg altijd: kies een taalmodel, maar ja. ga, da, da, daar gaan we in werken. Oké, okay, maar hoe gebruik je dat dan? Want. Uh, als je die niet goed stuurt, krijg je... Hè, dus, de parallel met de, met de stagiair wordt vaak gemaakt... Hè, als je die geen goede instructies geeft... dan krijg je ook geen goed resultaat, zeg maar. Hetzelfde geldt voor ChatGPT. En dan heb je nog dat je... Uh, en dan wordt het echt gaaf... dat je die AI wil je eigenlijk... en nu komt de mens, hè, Je wil jouw bedrijfskennis, jouw eigen kennis... wil je eigenlijk meegeven aan zo'n model. Nou, dat kun je in een GPT stoppen... of je kan een eigen kleine omgeving maken, bouwen... goed configureren, zeggen. Klinkt meteen heel ingewikkeld, is het niet... Wat het ingewikkeld maakt, is dat je goed moet weten: wat willen we nou met die AI? AI is een middel en niet het doel. Dus we willen een proces slimmer, beter, efficiënter maken. Wat jij zei, van de taken waar ik nu een uur mee bezig ben, dat kost me nu nog tien minuten. Maar ken je dat proces al goed genoeg? En. Uh, als je het hebt dan over je eigen kennis, want je gaat dingen doen die jij als bedrijf specifiek doet. Hebben we die data op orde om die AI te trainen? Of zit het allemaal in de hoofden van mensen? Nou, dat kun je uit de hoofden van mensen bijvoorbeeld halen, maar moet je wel doen. Je moet echt over data gaan nadenken. Dus de grap ja. is dat ik een AI bedrijf heb. Maar ik denk dat we 80% van de tijd met processen en data bezig zijn. En dan doen we de AI-stap ertussen, zeg maar. Ja, precies. Ja, en ja. ja, TJ bij, bij jou, en, en dat kijk ik inderdaad ook even naar Paul. Zeker ook vanuit jouw rol als directeur operations. Uh, zie je natuurlijk dat, dat AI echt gewoon begonnen is binnen Voxen bij, bij individuele collega's. Consultants, mm -hmm. een beetje marketing, een beetje consultancy. Uh, misschien zelfs wel een beetje sales, weet ik niet. Uh, en op een gegeven moment. Is er natuurlijk voor gekozen om zeg maar die strategie ook binnen Fox anders te doen. He, door, door bijvoorbeeld een Teams account aan te maken. En allemaal vanuit dezelfde wat Oleg net zegt, zo uit zo'nzelfde omgeving te gaan werken. En bijvoorbeeld ook de personeelshandboeken in AI te stoppen, waardoor je denk ik kunt chatten met zo'n personeelshandboek. Ja, ja maar dat, dat, En dat zijn nog steeds echt wel de, de eerste kleine stapjes, stap natuurlijk. Is. natuurlijk ja. In, uh, ja. in zo'n uh, zo proces van het integreren. Um, en dan is, heb je ook nog echt wel een heel verschil tussen uh, hoe kun je iets nou praktisch maken met jouw werk en wat voor tools heb je daarvoor? En want je hebt, we hebben het nu heel veel over ChatGPT, maar we hebben bijvoorbeeld, uh, als het goed is, de, de, de laatste aflevering van onze podcast hebben we voor het eerst helemaal met AI geëdit of we hebben de snippets door AI laten genereren. Ja. Nou, dan ga je in een keer van, bij wijze van spreken, drie, vier uur aan, uh, aan snippets editen naar, uh, naar een uur of naar nog korter. Ja. En dat, dat dat zijn natuurlijk hele praktische uh, toepassingen. Die, die je eigenlijk heel snel kunt integreren. Um, in ons werk als consultant um, is, is het alweer wat lastiger. Um, omdat je, nou ja, we, we zitten zelf achter de, achter de software, we richten software in. Nou, daar daar zijn, zijn wij ook, ben ik ook nog echt zoeken naar van hey, waar kunnen wij nou zelf zaken aanpassen? Uh, aan de andere kant, we hebben een, uh, we hebben een, uh, een uh, functioneel beheer op afstand. Hè? Dus klanten kunnen vragen stellen. Nou, de beantwoording van die vragen, dat is, nou ja, voor 90% is dat nu uh, uit, uh, met ChatGPT gegenereerd, omdat we die, die GPT's hebben met hoe willen wij reageren, wat is het schrijfstijl, noem het al maar op. Dus dat, dat soort simpele taken, nou, die, nou, dat 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 kunnen we echt de komende maanden kunnen we dat heel breed binnen de organisatie gaan uitrollen. Um, maar er is nog zoveel meer. Ik zit zelf wel eens op uh, uh, website der uh, AI for that. Ja. Nou ja, daar, daar staan allerlei tools waar je zegt, oké, okay, hoe kan ik dit nou ja. praktisch? Gebruiken en nou ja, daar is echt nog een hele wereld te winnen voor ons. Ja, ik zag laatst uh, op LinkedIn ook een post voorbij komen waarbij iemand zei: Ja, de, je kunt het succes van de automatisering van een organisatie lezen op basis van de afschrift van de creditcard. <laughs> <laughs> dus ja. Met andere woorden, naarmate ja. de creditcard groter worden, zeg maar, dan worden er meer tools en dat soort dingen ja, ingezet. Ja. ja, Wat ik hier wel mooi aan vind, is dat je dus op een gegeven moment zegt: Ja, die uh, basis, zeg maar, blijft altijd de menselijke interactie. Dus de consultant gaat nog steeds naar de klant toe... en die gaat daar zijn of haar werk goed doen. Maar al de extra's die daarbij komen kijken, die dus eigenlijk stiekem tijd afsnoepen van die menselijke interactie, die wil je zoveel mogelijk automatiseren. Ja, precies. En dat is ook op BI-vlak. De code die geschreven moet worden, dat is ook weer zo'n mooi voorbeeld van. Ja, daar goed gebruik van. van chat bijvoorbeeld. Daar zeg je wat, daar heb ik inderdaad wel in gezet. En dat werkt echt fantastisch. Ja, ja. Daar is het wel echt uh, heel vet. Ja, ik ben dan nog een beetje zoekende van hey, welke, welke prompt moet ik sturen. Ja. Want dan krijg je af en toe net inderdaad terug wat je, wat je niet wilt, wat je ja. zojuist al af Maar uh, als je dan zoekende bent van hey, hoe moet ik die, uh, die code opbouwen, dan komt hij met hele vette voorstellen. Ja, ja. ja cool ja, is dat. Maar we hebben nu heel veel voorbeelden genoemd van dingen zoals die bij Foxter werken of zouden kunnen werken of die nog een soort van stip op de horizon zijn. Ik kan me ook wel voorstellen dat als je dit luistert, denkt: ja, ik wil dat nu dus ook wat mee. Mm -hmm. en, en, en ik volg inderdaad Olaf ook al een tijdje op LinkedIn. Zo niet doen, maar dat even side note. <laughs> dat je een beetje overweldigd bent, zeg maar, door alle nieuwe technologie die er op de markt is. Ja. Waar moet je beginnen? Ja. ja, dat is een goede vraag. Hè? Waar begin je? ik? Krijg deze heel vaak trouwens. En het is eigenlijk heel, heel simpel. Um, ik zou altijd eigenlijk wel bij een taalmodel beginnen, um, omdat dat toch wel het allemaal ontketend heeft. En dat uh, laat ook wel even zien hoe die AI werkt. En wat ik veel zie, is als je dan net begint... is dat je uh, een keer ChatGPT gebruikt... en veel mensen zeggen, ah, het werkt voor geen meter. Ja. Ja. Het is <laughs> dus echt, ja. de reactie is super AI en uh, laat maar zitten. Daar moet je even doorheen. Want op een gegeven moment denk je, oké, okay, wauw, dit dit toch werkt dit heel goed. En dan leer je ook met die AI interacteren. En, en ik heb het vaak over nou ja, prompten. Hè? Dus die instructies die je AI geeft. Ja, kijk. Dat geldt dan ook voor Copilot en ook voor Claude en ook voor Midjourney En al die tools, veel in Adobe is nu ook veel al op tekst gebaseerd. We gaan ja. veel meer toe naar een wereld waarin we gewoon zeggen wat we willen. Nu typen we dat nog, nou, dat wordt ook steeds meer spraak, weet je wel. Ja. Uh, mm -hmm. Dan moet je niet in de trein staan, maar hè, als je op je kantoor zit uh, wellicht. Um, uh, maar die manier van met die AI interacteren, dat is iets als je dat leert, zeg maar. Um, dan merk je dat die, die voor je gaan werken. En inderdaad, er is een AI for that. Dat is een heel mooi uh, platform uh, waar je ook heel niche kan gaan zoeken. Hè. Dus als je uh, heel specifieke branches waar ik ook wel eens binnenkom. Uh, uh, voor interieurarchitecten uh, bijvoorbeeld, <laughs> zijn er dan ook tools waar je een hele interieur kan. Hè, dan zeg je, oh nee, die bank moet toch groen zijn. Of uh, die, die stoel geel. Weet je wel. Vet, dat en dat, dat is heel vet om ja. te zien. Maar ja, jij en ik gaan dat natuurlijk nooit gebruiken. Ja, misschien als we een keer weer spelen voor je, voor je eigen huis. Uh, maar ja. er zijn dus heel veel niche-tools ook op de markt. Um, en um, om het ook nog wat terug te brengen, zeg ik ook altijd van... ja, maar kijk eerst eens even naar alle software die je nu al gebruikt. Die, nou, AFAS wel al genoemd en andere tools. Die hebben AI ingebouwd of die gaan dat doen. Ben je daarvan bewust? En wat gaan ze dan doen? En hoe kun je daar nou eh, van profiteren? Zeg maar dat het nu in jouw CRM, ERP en uh, noem al die... Uh, uh, het zijn altijd drie letters op de een of andere manier. Al die systemen, <laughs> toch? <Ja, ja>. Ja, <laughs> uh, al die systemen krijgen iets van AI om dat werk... Inderdaad, een stuk uh, slimmer en, en, en makkelijker te maken. Het blijft wel trouwens dat. die bouwen vaak gewoon een chatGPT-venstertje in. Um, dus het is nog steeds belangrijk om jouw eigen kennis en jouw eigen. Uh, nou ja, niet te. Precies data erin te stoppen. Blijven voeden. Blijven ja. voeden met... Uh, en dan moet je natuurlijk rekening houden... dat je daar geen privacygevoelige informatie in stopt... moet ik erbij zeggen. Uh, uh, maar je kan die data ook anonimiseren... en er zijn allemaal stappen die je kan doen. Ja. Het, het ding is gewoon met, met AI... En, het, en we hebben het veel over tijdsbesparing... soms kwaliteit, maar vooral tijd... En die AI is supersnel. Wat ook maakt dat we denken... oké, okay, maar nu kunnen we dat hele proces met AI doen. Ja. Dat die perceptie ja. leeft in onze hoofden. Maar je moet er echt wel wat tijd in, in stoppen... wil je de echte de goede resultaten eruit krijgen. En ja. je moet ook over de tijd... want ik schrijf bijvoorbeeld nieuwsbrieven samen met AI. En in het begin was het 10% AI en 90% ik. En, en dit doe ik al twee jaar. En ik denk dat het nu 70-30 is AI-ik, zeg maar. En dat verschuift steeds een beetje tot misschien wel AI echt helemaal schrijft, maar ik vind het toch lekker om net die laatste stap nog even zelf uh, te doen. Ja, precies. Ja. Het, het vraagt dus eigenlijk, en dan wil ik ook even terugkomen op dat boek van Paul. Het vraagt om hele andere skills van mensen. Dus je zal eigenlijk ook gewoon weer een nieuw vak moeten leren, namelijk omgaan met AI. Wat vind jij af de belangrijkste skills die professionals moeten ontdekken, zeg maar, als ze met AI willen gaan werken? Manager. Wij zijn nog, uh, meer uh, nog meer managers. Ja, nog meer AI uh, managers. Ja. <laughs> AI-manager. Ja. <Is> een <laughs> ja. nieuwe functieomschrijving. Ja. <laughs> Hoe de managers uh, echt. En, en die wordt zo moe van managers. Nee, maar. <laughs> je moet die AI inderdaad behandelen als je assistent. Uh, als je stagiair. Nou, geef het beestje een naam. Um, en die moet je goede instructies geven. Nou, waar ligt het probleem? Heel veel mensen die hebben geen personeel... of die hebben geen stagiairs. Uh, ook als je heel ervaren bent. Hè, sommige mensen werken al veertig jaar voor zichzelf. En dan opeens komt daar een, een, een AI-assistent... dus naast jou te zitten eigenlijk. Ja. Uh, je beste collega, uh, ja. als je het goed inricht. En die gaat jou... Uh, die gaat jou helpen met alledaagse taken. En inderdaad, uh, dan uh, dat uur uh, terugbrengen naar 10 minuten. En dan kan je 50 minuten nadenken over de strategie en de dingen waar je echt voor besteld bent. Zeg ja, maar. ja, precies. En, en dat is dus de, de belangrijkste skill, denk ik, is dat je inderdaad moet leren van hoe kun je nou met zo'n uh, assistent, met zo'n tool uh, samenwerken. En soms is zelfs de stap, ja, het is echt uh, erg om te zeggen, maar is, veel bedrijven zitten nog steeds te struggelen met, met computers en het internet, zeg maar, aan uh, Dus ja, ja, het is echt waar, weet je wel. Ja. Uh, de technologie is, uh, we maken het allemaal heel ingewikkeld. En gelukkig zijn die AI-tools heel uh, 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 toegankelijk, zeg maar. Ja. Um, maar maar je moet het ook wel als bedrijf, vind ik, uh, toegankelijk maken. Dus je kan eigenlijk vind ik niet zeggen: ga maar een Chat GPT doen, want dan krijg je goed resultaat. Want dan krijg je alleen maar AI-slop, krijg je alleen maar AI-gegenereerde meuk. Ja. Uh, geef ze echt de handvatten van oké, okay, we hebben nu een paar GPT's of we hebben zelfs een eigen omgeving gemaakt waarin we een paar tools hebben om die taken op te lossen. En dan stoppen we dan van onze beste collega's alle kennis in. Daar stoppen we onze handboeken in, Daar stoppen we gewoon alles in. En dan hoeven de, de werknemers daar in, in principe niet over, over na te denken. Nee, want ja. die, die communiceren gewoon in het chatvenstertje. Ja. En of dat nou inderdaad de Teams is naar een andere collega of die heet ja. inderdaad uh, Sabet of Fred. Ja. Ik ben dan even benieuwd, want jij, jij uh, komt ook bij bedrijven, jij leidt ja. ook mensen op uiteindelijk om dit in te gaan zetten. Ja. Hoe zou jou, als je dan... Uh, uh, hoe, hoe zou jij uiteindelijk de, de, de ideale vorm zien? Hoe zie je dat het uiteindelijk het beste wordt geadopteerd dan ook binnen het bedrijf? Want ik vind het heel interessant. Ik zou uiteindelijk, ...maar ja. uh, nou, ik hoor je al zeggen, trainingen dat soort dingen. Ja. En, ja. uh, nu is iedereen een beetje zich op zichzelf aangewezen en iedereen maakt zelf proms. En dan nou ja, je hebt ook uh, collega's waar, waarin je wat kan delen en zo. Maar ja. Ja. Hoe, hoe zou jij dit aanpakken dan bij een bedrijf? Ja, ik, ik, ik ben nog steeds heel erg. En we, we draaien nu wat, nog wel wat kleinere projecten. Dus wij doen kennis, consult en implementatie. Ik heb ook twee AI-developers zitten en nerds die uh, fantastische dingen doen. Daar word ik heel blij van van die gasten. Ja, um, maar als we bij bedrijf binnenkomen, dan is dat op twee manieren eigenlijk. Enerzijds kennis. Hè, ze zeggen van nou, wat kunnen we nou met het AI? en kun je ons daarin meenemen en meer vertellen. Zeg maar. En anderzijds is het vaak, uh, nou, we hebben dit idee, willen we onze sales uh, die Die gasten die noteren niks, uh, kunnen. We dat niet allemaal uh, uh, opnemen en, oh ja. uh, en dan de, oh ja. de belangrijkste informatie naar het CRM sturen en een database maken? En, uh, dat is dan een heel uh, goed voorbeeld. Um, um, en dan zeggen ze: nou, laten we daarmee beginnen. En, maar daartussen zit eigenlijk het, het, het consult, wat ik veel doe en waar ik ook uh, een aantal AI-officers in opleiding heb. En dan word ik helemaal blij dat we een AI-officer bij een bedrijf opleiden. Iemand uh, die daar de kennis op doet over AI. En dan heb ik het niet alleen over de technologie, met name ook privacy, ethiek. En vooral change management, verandermanagement. Ja, mm. Want je gaat dadelijk AI Precies, gebruiken. Dat is ook echt gaat, anders. Ja, en heel veel mensen die doen al 30 jaar dingen op dezelfde manier. En die ga je echt niet doen. En dat gaat heel goed. Ja, dat gaat heel <laughs> goed, en dat doen ze heel snel. En, uh, en die moeten dan opeens. Ja, die stomme AI, en het werkt voor geen meter. En uh, wat ga je me nou? En dan ben ik zeker mijn baan dadelijk kwijt. Nou, ja. Daarin moet je echt veel doen. En dan is het heel fijn om iemand inderdaad binnen de organisatie te hebben. die daar ook uh, kaas van gegeten heeft. Um, en wij gooien dan altijd een proof of concept op. Hè. Dus dan doen we, en pakken we één element, zo'n proces. Nou, zo'n salesproces is een goed voorbeeld. En dan beginnen we klein. Dus dan kijken we allereerst van, kunnen we inderdaad de transcripten omzetten in CRM-data? Nou, dat, dat vinden die sales het meest stomme, zeg maar, of daar uh, worden ze niet blij van. Um, en de beste sales noteert het slechts. Um, en dan gaat die data automatisch naar dat CRM toe en iedereen heeft gewoon op dezelfde manier zijn CRM gevuld en iedereen wordt blij, want die sales heeft er toch al een hekel aan. En dat ja. is de eerste stap. En dan ja. denken ze ja, maar wat kunnen we nog meer, weet je wel? Ja, wat precies, kunnen we ja, nu nog doen? Wat um, dat betreft is het net uh, de business van Vox er ook uit, toch? Ja, zeker. er ja, proces. Automatiseren. Ja. ja, en daar ja. zit inderdaad altijd een stuk weerstand, want mijn werk ja. gaat weg. Totdat je op een gegeven moment zegt: ja, maar je kunt het sneller en beter doen. Ja, ja. maar ja, als ik, weet je, als je dat zegt: ja, wat lul jij nou? Weet je wel, ja, daarom neem ik dat. is ja. echt alleen daarom werkt een proef of concept. Van ja, ja, laat het maar zien. Ja. 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 Ik gebruik zelf bijvoorbeeld heel veel als ik in gesprek heb plot, dat dus ik weet niet of je dat hardwarekastje kent. Er dus een audio-opnameapparaatje uit Amerika, heeft me volgens mij een keer 150 dollar gekost. Oh ja. En er zit een app in die met GPT-4O, eh, zeg maar, het nieuwste model opwerkt. Ja. Uh, ik druk dat ding gewoon op REC en ik leg hem midden op tafel. Ja. ja, en dan is hij klaar. En dan zeg ik nou, uh, Wat wil je? Wil je een samenvatting? Kun je na, zeg maar, aan het eind uh, nog een keer hebben? Ja. ja, en dan is gewoon druk op de knop en uh, ik heb hem in de mail zitten. Ja, okay. geniaal. En een goede transcript ja, in het Ja, honderd procent. Oh, dit is wel een heel ja. interessant. Honderd procent. Ja, Ik heb dat... nog steeds, je ziet ook heel vaak bij, je had het over stagiaires in het begin. Je hebt best wel vaak stagiaires die dan vanuit school ook uh, interviews moeten doen. Ja. En dan, dan doen ze altijd die telefoon op tafel. Ja. En dan is het gewoon een audio-opname. En dan zitten ja. ze vervolgens een uur lang dat <laughs> hele ding terug te lezen en om ja, om precies. Ja, van, dat he? is dus is echt gang... niet meer nodig. Ja, nee, en dit is een heel plat kastje. Ze hebben nu een nieuwe versie oh, wow. uit. Maar goed, nu wordt het. Ik hoop dat, ik, dat ze sponsoren. <laughs> <Ja>. <laughs> maar nu, wordt, nu is het een soort van uh, een kettentje: of een, uh, uh, bijna de grootte van een watch. Zeg maar. Dus echt een soort oh, ja. druppel-druppel-ding. Druppel ja. ja, en die leg je gewoon neer of je cool. houdt hem om. En dan, ja, dan neemt hij dat op en ja. transcribe Maar weer. Waarom deel je dit dan niet? Nou bij deze. <laughs> ja. nee, ik vind het heel cool. Ja, nee, dat is ja. heel vet. Ja, zeker. Ik waar. doe dit online hè, met mijn meetings. Dus mm -hmm. je hebt heel veel Fireflies, MeetGeek, ja. ik gebruik gebruikt. MeetGeek Teams bouwt dit nu ook in. Zoom, dat je naar de transcripten van je meetings. En die zitten er dan bij. En het mooie van die tools is dat ze overal. Want ik soms zit in Teams. soms zit in Google Meet. En ik heb het zo gemaakt: dan ik heb een stapje mm -hmm. verder getrokken dat het allemaal in onze Notion board worden al die transcripten uh, bewaard. En ik heb hem gekoppeld aan onze slack. Dus ik kan echt slekken uh, chatten dus met mijn transcripten. Dus ik kan ja. gewoon zeggen van... Ah, ik had vorige week een uh, meeting met Jortijn... maar hoe laat moest ik ook alweer bij de podcast zijn? Dat ben ik even vergeten, weet je wel. En dan hoef ik alleen maar jouw naam te zeggen. Ik hoef niet eens te zeggen welke meeting dat was... of op welke dag, weet je wel. Alleen Jortijn, behalve dan als ik twee Jortijns had gesproken ja, in die week... maar die kans is vrij uh, klein. Ja, dat denk ik en ook. Dan, uh, <laughs> ja, maar dan, en dan haalt hij dat gewoon uit mijn transcript op. Ja. En dat is gewoon mijn, mijn second brain... mijn tweede geheugen vanuit die meetings. En, en ik heb ze dus voor mijn team ook... Uh, uh, centraal staan zodat nou ja, wij doen veel development, dus en als ik dan met een klant heb gesproken over uh, wat ze nog meer willen in die, uh, in die ontwikkeling, dan kunnen we dat transcript erbij pakken. En vaak gooien we het dan even in een klol uh, of een JGBT. Ja. En dan uh, weten die gasten weer precies waar ze, waar ze mee bezig zijn. En ze vergeten niks, weet je wel, want hij, we hebben ervoor gezorgd dat je natuurlijk wel alle belangrijke punten ja. dan er echt uit uh, trekt. Ja. Wat, wat, uh, wat gebruik jij om al die dingen aan elkaar te knopen? Um, veel Zapier, Zapier. Zapier ja. en uh, make ook wel, uh, ja. want die heeft net wat meer uh, mogelijkheden om dat uh, ja precies te doen. Ja, ja. Ja. ja dat is vet met die ja. routertjes dingen en zo dat, uh, sorry ja. ik, ik wilde deze ja. podcast menselijk houden maar er <laughs> ja. zitten gewoon vier nerds aan tafel ja. sorry mensen ja, dat <laughs> ja maar dat, is, dat is gewoon vet dat je data hebt die dan weer terug kan en daarna weer een ander proces ja. in kan en, uh, ja, ja, dat ja. Is we geniaal. worden zelf wel steeds dommer hierdoor denk ik ja, dat zeg was nou inderdaad een serieuze vraag die ik nog had. Want, uh, ja. mijn probleem, zeg maar, als ik de supermarkt inloop en mijn vrouw zegt net voordat ik de supermarkt binnenloop, neem ook nog even een brood mee. En hij staat niet op dat lijstje. Dan vergeet ik dat. Misschien is dat ook een beetje man eigen. Het zou kunnen. Ja. Maar ja, doordat ik je. Allemaal vroeger, systemen... vroeger wist ik mijn agenda uit mijn hoofd. Nou, ja. ik, ik moet hem echt drie keer per dag kijken. Ja, precies en zo dat. meteen dus inspreken en vragen. Ja, ja, maar, maar... Komt er, Je hebt bepaalde vaardigheden die je minder gaat gebruiken, omdat je weer nieuwe dingen en andere dingen aan het Zeker. doen bent. Dus ik, ik weet niet per se of het dommer is. Het is dus gewoon, ja, nou, maar ik voel me de domme dingen <laughs> ja. soms. Ja. 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 Wat tien jaar geleden handig zou was om te kunnen de, en te weten. is nu anders. Doen, ja. Sorry. Ja. ja, nee, ik ben het vergeten, want het zit niet in het systeem. Ik had mijn agenda dat niet gecheckt. Ja, ja, dat. ja. in plaats hey. van gewoon logisch nadenken. Maar wat Tieser ze zegt is: nou, eigenlijk, dat kunnen we beter hanteren. Je wordt anders slim. Je gaat gewoon andere skills ja, leren. Ja, ja toch? Ja. Dat is ik denk toch dat goed ik het ook zo tegen uh, ja. mevrouw. <laughs> nee, ik ben het niet vergeten, ik ben anders slim ja, dan oh, nee. <laughs> ik. Ja. Hey, ben je zelf uh, enthousiast over uh, Make, dat uh, Ja, alleen vind ik het persoonlijk te ingewikkeld. Ja, okay. dus uh, die, die slimme gasten die ik heb zitten, die, die vinden het heerlijk. Want die hebben net wat meer controle en die kunnen net wat meer uh, met nou ja, die automatisering. Je hebt net ja. wat meer knoppen, iets minder integraties dan Zapier, zeg maar, ja. voor je uh, automation. Maar ja, ik ben dus, het, ik, ik kan ook niet coderen en zo. Dus ik ben best wel een leek. En dan vind ik het Zapier gewoon wat makkelijker voor mezelf. Zeg maar. Ja, precies. Uh, maar voor klanten is het veel fijner om, uh, om dat soort platforms. Ja, uh, omdat je meer, uh, meer mogelijkheden hebt om. Ja. Uh, ja, 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 ja. Heel vette ik, platformen, ja. ja ik, ik wil en AI even... in te bouwen in een stap. Dus ja. het uh, voorbeeld wat ik heb, uh, ik moet natuurlijk heel veel informatie verwerken. Mensen vragen me, hoe blijf je nou inderdaad op de hoogte van al ja. die AI-ontwikkelingen? Nou, er zijn tientallen uh, nieuwsbrieven over AI en die herhalen zichzelf ook wel. Dan heb ik met Zapier dan een automation gebouwd... die al die uh, nieuwsbrieven binnenhaalt vanuit mijn e-mail, zeg maar. Uh, dan worden die allemaal door ChatGPT uh, getrokken... en dan maken, maakt die eigenlijk allemaal samenvattingen in Notion... wat ik dus gebruik voor mijn notities. Allemaal samenvattingen van al die nieuwsbrieven. Nou, dan check ik dus even al die samenvattingen... En wat wat Ik interessant vind, goed om bij te zeggen wat ik interessant vind, lees ik wel echt nog even door. Weet je wel, want dan wil ik me in verdiepen. Uh, maar dan ben ik wel op de hoogte, even in grote lijnen van alles wat er, uh, wat er speelt op AI-gebied zeg maar. ja. vanuit verschillende bronnen ook. Uh, ja, precies. Uh, ja. Hoe zorg je ervoor dat het ethisch blijft? Want je had net natuurlijk al, hè? als je data gaat gebruiken om te trainen, anonimiseer ja. dat dan. Ja, ja, zitten. Uh, ik denk dat op drie plekken een verantwoordelijkheid ligt. Uh, zeer logisch dat. Overheid, natuurlijk, nou, daar wordt al veel gedaan. eu ja, met name, de EU, zeg maar De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de, de AI-bedrijven en, ja. en, en bedrijven, zoals nou ja, wij, zeg maar, en de bedrijven zelf. Maar wat we ook vergeten is, is die laatste de, de mens zelf. Dus dat jij niet tegen jouw buurvrouw uh, vertelt over je cliënten, over uh, gevoelige informatie. Mm -hmm. hè? Dat, je, dat, dat, dat voelt heel logisch, maar als je dan in het chatscherm zet, dan zeg je, nou, Jochtijn Bel was mij net bij mij voor. X. Ja, En die had uh, dit en dit issue. Ja, ja, terwijl ja, je weet helemaal niet waar dat blijft. Nee, nee. Dat verdwijnt dan in dat uh, zwarte gat. En uh, ja. het mooiste voorbeeld is vorig jaar bij Samsung, uh, toen ChatGPT net uitkwam, al wat langer geleden, dat inderdaad allemaal bedrijfsgeheimen in ChatGPT zijn gestopt. En Samsung heeft inmiddels zijn eigen model gemaakt ja. om die ja. reden. <laughs> uh, want dat is ergens uh, verdwenen. En of uh, ja, de, of het er dan op getraind wordt, is een tweede vraag. Maar waarschijnlijk uh, wel, zeg maar. En, uh, uh, nou ja, ChatGPT zo. Kijk, als je uh, Teams accounts hebt en API calls maakt, als je het inbouwt, dan in principe gebeurt er niks mee. Maar het probleem is dat het 30 dagen op die servers in Amerika blijft staan. En je kan je voorstellen dat nou, de ziekenhuizen en de ISO-gecertificeerde bedrijven van de wereld, die vinden dat al. Too much, te veel, ja. zeg maar. Ja, dat is ja. Een ding um, ja En dan moet je naar andere oplossingen zoeken die er echt wel zijn. Je in de cloud uh, je eigen modellen draaien en zo. En dat klinkt allemaal super ingewikkeld, maar dat valt dus allemaal wel mee. Maar je moet je wel dus in, in verdiepen en er iets aan uh, mee gaan doen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Oké, okay, als je nu naar het luisteren van deze podcast enthousiast bent geworden en denkt, hé, hey, ik wil hier iets met AI gaan doen, maar ik wil die mens binnen mijn organisatie niet vergeten, afgezien van bel Olaf. <laughs> Wat is jouw belangrijkste tip? Het uh, is echt samenwerken. Dus wat ik zie is dat het fijn is om een Teams of Slack kanaal op te zetten... waarin je gewoon je best practices met elkaar deelt... of een ergens lokaal de beste prompts opslaat, zeg maar. En dat je elkaar ook een beetje kan meetrekken in dat enthousiasme... en kijk wat het kan. En kijk ook vooral wat het niet kan, hè? Dus... Uh, ik predik natuurlijk heel veel voor AI. Maar er zijn heel veel dingen die ik zei het eigenlijk zo aan het begin. AI is best wel dom. Er zijn heel veel dingen die AI echt niet zo goed kan. En mm -hmm. dan, moet je, uh, dan ga je verder proberen om dat misschien beter te maken. Dat zou ik zeker doen. En je moet niet stoppen na de eerste keer. zeg Maar, maar op een gegeven moment kom je tot de conclusie: oké, okay, die. Die AI is nog niet slim genoeg om dit op te lossen. Of, uh, weet je wel, en, dat, en dat is een hele goede conclusie. Maar deel die dan ook met je team. Zodat niet nummer twee ook ditzelfde gaat doen. Dus, ja, precies. Ja. Het klinkt ja. allemaal heel logisch. Maar ja, dat gebeurt wel. Ja, en uh, zeker in, in interactie uh, met een machine. Dan mag de mens uiteindelijk niet vergeten worden. Nee, absoluut niet. Nee. Dankjewel dat je er was. gedaan. En uh, jij ook bedankt voor het luisteren, Paul. En TJ, natuurlijk ook bedankt dat jullie er waren. En uh, graag tot de volgende. Dit was hem weer, een nieuwe aflevering van V-Talks. Op zoek naar meer inspiratie? Volg ons dan op LinkedIn, YouTube, Instagram of TikTok. Je vindt de linkjes in de show notes. Tot de volgende aflevering.